Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze shoplog. Ik heb ontzettend veel gewinkeld. Samen met de meiden vanochtend. En ik had van de week al een aantal dingen besteld voor de jongste dochter. Dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Er zit voor de herfst heel veel in. Voor mijzelf en voor de jongste dochter. Dat is 6 jaar. Zit ergens tussen 122 en 134 in. Ligt een beetje aan welk merk. En zit één ding in, denk ik, voor mijn zoon, een trui. Die had nog niet heel erg veel nodig. Die heeft pas een heleboel broeken gehad. Maar we zijn dus nog niet helemaal herfstklaar. Maar er is een goed begin gemaakt. We zijn bij de Vera Moda geweest. We zijn bij de Shoebi geweest. Bij de H&M. Ik heb iets online besteld. Ik ga kijken wat ik allemaal nog kan terugvinden. En die zal ik onderin linken. En ik zal per product ook de prijs vermelden. Dat mocht je geïnteresseerd zijn in een van deze producten. Dat je dat ook zelf kan opzoeken en kan halen. We zullen beginnen met wat ik online heb besteld. Ik heb geen idee wat van Byvaya is, maar ik heb geen idee welk merk. Ik zal misschien wel in staan. Bad Girl Made in Italy staat erin. Dat is voor Brooke. Wel maat 134 gekozen, omdat ze heeft best lange benen. Dus als ik 122, 128 die deelmaat kies, dan is het vrij kort. Maar dan is het van boven eigenlijk nog wel best wel baggy. Dus ik heb deze uitgezocht. En dat is zo'n cijfer waar je gelijk een heel setje te zien krijgt. Dus ik heb er ook gelijk super cute van die laarzen. Die zijn ook helemaal in, precies overal, bij besteld. In de maat 31. Ze heeft nu maat 30, maar ik dacht in combinatie met een maillot en sokken. Is dat prima voor de winter, lekker warm. Dus mocht haar voeten nog groeien, dan kan ik nog even vooruit. Ik zag van allebei de prijs van de schoenen en het jurkje. Ik weet het niet uit mijn hoofd meer. Hoe cute met die rugvermaaltjes. Mocht ze voor mij een modeshowtje willen doen, dan zal ik die beelden er ook tussen doen. Dat je kan zien hoe het aanstaat. Want het is echt cute. Dan van de Shoebi. Ik zal beginnen met wat ik voor Logan heb. Logan zit in 134, 146. 134 zit nu echt precies pas. Dus als je dat wil, dat voor de komende periode goed is, moet je maatje groter. Ik was hem aan het FaceTime. Dus ik zag deze in het zwart met licht paarsjes dat nu. Helemaal de mode. Maar hij wil graag deze kleur samenstelling hebben. Super leuk met een capuchon erbij. Echt dik spul. Er staat undefeated op. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Dit is van... Het is een Jill & Mitch. Ja, een Jill & Mitch. En ik heb hem in 146, 152. Dus ik heb hem echt wel baggy. Hij was ook echt wel een beetje groot. Het is de Eros hoodie in camel. En hij was 35 euro. Ik vind hem wel echt super zacht. Ik vind hem 35 euro best veel, maar hij is echt dik en zacht. Dus daar kan hij lekker mee vooruit. Mocht je straks denken van, hey, ik zie een bepaalde kleurstelling. Is niet expres, dat zijn gewoon de kleuren die ik nu mooi vind. Alles is een beetje burnt orange, camel, wit, neutral tinten. Voor Brooke, ook van Jill & Mitch, heb ik dit shirtje. Ook een truitje, eigenlijk ook van die pofmoutjes. Wanneer zeg ik dat? Die maak ik zien hier een klein beetje zo opstaan. Ook van Jill & Mitch. Dit is de Olivia Pullover in Light Brown. Ik heb hem in 134, 140 gekocht. Dan zit hij, ze heeft best lange armen. Dus dan heeft ze iets over op de armen. Maar qua lengte, anders vind ik het echt een beetje zo'n crop top idee worden. En daar hebben we bij bedacht. Oh, ik zal even zeggen, hij was 29,99. En daar heb ik dit rokje bij bedacht. Ook van Jill & Mitch. Super cute. Er zit een soort van gelaagd ruffeltje in. Super leuk. Ze had hem in maat 134 gepast. En toen zakte hij eigenlijk zo goed als van de benen af. Hij bleef wel hangen. Maar ik dacht ja. Dus we hebben een 122, 128. Het viel mee. En dit is de Lucky Skirt in Light Brown. Dus deze hebben we een maatje kleiner gedaan als het vestje. Nou, hoe cute. Daarom moest het zo even voor mij passen. Hoe leuk. Leuke kleurstelling. Dus die hebben we dan als setje gekocht. En ik zag ook nog dit setje. Oh, zo'n ribbroek. Ook van Jill & Mitchell. Vind ik echt. Volgens mij is dat gewoon het merk, maar ik weet het ook niet hoor. Hebben we in 122, 128, want die viel best wel lang. En die was nu van 34,99 voor 24,99.
En dit is de Mara Pants in Off-White. Super leuk, om een klein splitje erin. Ik dacht, hoe matchy matchy wil je het hebben? En omdat we het heel matchy matchy willen hebben, dat tonsuiton, super leuk. Heeft ze er ook een trui bij gekost. Ik ben niet voor de truien voor Brooke. Maar op een of andere manier stond deze wel heel erg leuk. Dus, nou ja. Het is een soort van net geen crop top trui. Maar omdat deze best wel hoog is, dan kan dat wel. Met een capuchon. En er staat... staat erop? Impression. Staat erop. Helemaal leuk. Dus het matcht enorm bij elkaar. Dit is de Katie sweater in Off-White. Dus dan kan ze helemaal... in kleur. Het is gewoon een lekker chill pakje. En ik dacht, dit zal ook nog wel passen bij elkaar. En ze heeft nog meer van dat soort shirtjes, roze, kan erop, zwart kan erop. Als ze het niet helemaal in één kleur staan, in monokleur, tonsuiton, hoe het ook heet, wil dragen. Ik vind het wel altijd heel erg leuk. Dus dat. Ik heb ook nog deze, die komt ook daar vandaan. Voor mezelf. Zal ik zo eens even aan voor jullie. Gewoon een simpel soort van vleermuis armpjes. En dit is de Vive V Pullover in Off-White. En die was €44,99 en nu €34,99. Dus die is voor mijzelf. Voor de rest had ik bij de Shubi eigenlijk niet echt iets wat ik voor mezelf heel leuk vond. Het was veel zwart en wit en een beetje harde kleur roze. En dat vind ik niet echt mijn kleur. We zijn ook nog langs de H&M geweest. Daar heb ik deze gekocht. Die komt misschien wel bekend voor. Want die heeft Brooke al aan. Als in, ze had hem vandaag ook aan. Toen we gingen winkelen. Maar die heb ik toen in 122 gekocht voor haar. Omdat ik dacht, ze heeft best een smal middenlijfje. Maar hij is nu al aan de korte kant. Plus dat hij best wel strak onder de buik zit. Dus ik vond hem zo leuk. Nee, ik koop hem gewoon nog een keer. En zo duur is hij ook niet, want hij is €18. Nou, dat kunnen we wel missen. Dus dit is de Wide Leg Adjustable Waist Ankle. Adjustable waist. Nou, ik zou niet weten hoe. Waarschijnlijk omdat het stretch is. En die was dus €17,99. Voor Fleur, dat is de oudste van mijn vriend. Die was ook mee winkelen. Die vond nog een oversized t-shirt met van die duifjes erop. In maat 158-164. En deze was een tientje. €9,99 om precies te zijn. Nou heeft ze eigenlijk maat, nou het zou zijn 146-152. Dus deze was vrij baggy. We hebben nog van twijfel of we een maat kleiner zouden doen voor haar. Maar zij heeft wel ook die type stijl dat alles een beetje baggy is. En dat ze dan een legging of een skinny jeans eronder doet. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Beter een beetje oversized dan. En voor mezelf bij de H&M vond ik nog dit shirtje. Ik heb wel meerdere dingen in deze kleur gepast. Maar dit shirtje was wel het leukste. Gewoon een simpel V-hals t-shirtje met zo'n kraagje. Zo'n los armpje, zo'n bedwing armpje. En deze was ook €9,99. En toen zijn we ook nog langs de Vera Moda geweest. Want in principe had ik op dit moment alleen nog maar voor mezelf een trui en een shirtje. Heb ik ruimschoots goed gemaakt. Ga ervoor zitten. Want bij de Vera Moda ben ik echt goed geslaagd. Deze hele tas zit propje propje vol. En alleen maar met mijn spullen. Om te beginnen, bijna het begin, deze maxi jurk. Zo, deze. Heel erg lang is die. Ik vond hem echt heel tuttig, maar het patroontje, ja, ik vond het echt een beetje tuttig. Maar hij hing daar met een leather giletje. Met deze. En toen vond ik hem zo leuk dat ik hem ging passen zonder giletje. Toen dacht ik, ik weet het niet, misschien moet hij riem erop. En toen hing net iemand zo'n giletje in L terug. Want ze hadden alleen nog maar een S hangen. En ik haal wel ervan als het wat groter van. En ik ben best wel breed van boven. Dus een L'tje is dan mooi. Dus die heb ik snel overheen gepast. En toen was ik helemaal verliefd. Dus die heb ik meegenomen. De jurk is de maxi dress Little Cha. En deze was €45. En het giletje was €50. En dat is de Leather Waistcoat. Super.
We blijven in de leather look. Want ik heb ook deze paperback-achtige short gekocht. Met zo'n riempje erop. Met zakken. Helemaal cute. Die zag ik hangen en dacht, dat moet ik even passen. Nee, het staat er helemaal niet. Maar de dames zeiden dat ik mee wegkwam. Dus. Het is de leather short, faux leather shorts. Ook €35. En die ben ik van plan te combineren met zo'n truitje. Ook met van die batwings. Zou ik dus ook met die andere witte kunnen. Ze lijken wel een beetje op elkaar. Kijk. Deze heeft van die batwings, maar iets meer zacht. Deze was van de, met een open, hoe zeg je dat? Het heeft die lijn aan de achterkant met zo'n open V-hals. Die was van de Shubi. En deze is van de Vero Moda. Deze is dus geen V-hals, maar wel van die batwings ook. En ook van dat ribje. Dit is de High Neck Blues Birch. Ook €35. Dus ik kan het leuk combineren met de shorts. Maar die kan ik ook leuk combineren met deze broek. Cute. Dat zal ik ook zo voor jullie aandoen. Dit is de Light Blue Denim Skin Flare Slit Jeans. €40. Ik ben never nooit niet van de flare jeans of van de regular waist of nou, noem maar op. Maar het is echt mode nu. En ik dacht, ik moet er in ieder geval eentje passen. En ik trok deze aan. En ik dacht, ja, die vind ik leuk. Hij heeft ook zo'n split aan de zijkant, aan de onderkant. Dus ik denk dat ik ook echt op zoek moet naar die Dr. Martens-achtige. Want ik dacht, deze kan daar ook op. Samen met dan mijn leather giletje, zeg maar. Hoe noem je dat? Waistcoat, waistjacket. Dus al met al ontzettend goed geslaagd. Het enige wat ik nu echt nog wel moet hebben zijn schoenen voor de winter. En misschien hier en daar nog gewoon wat losse dingen. Maar het begin van mijn herfstcollectie is gestart, zullen we maar zeggen. Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou slagen. Zeker niet omdat ik ook twee meisjes mee had. Want ik dacht, dat wordt helemaal niks. Maar al met al ontzettend veel kunnen shoppen en kunnen meenemen. En zeker een goed begin, een goede basis voor de rest. Want er zal nog wel hier en daar al bij moeten komen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was, deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om te blijven van de video's die ik post. Wil je een van deze kledingstukken voor jezelf bekijken of bestellen? Dan zal ik zoveel mogelijk daarvan onderin de beschrijving linken. Zodat jullie ook zelf kunnen kijken. En dan wens ik jullie een hele fijne dag verder. Tot de volgende keer. Doei doeg!